Ja, schatje, ik kijk al, maar ik kan niks vinden. Er zijn altijd van die momenten, weet je. Dan ben ik veel te laat me opnemen of mijn apparatuur gaat weer veel te langzaam. You saw it too, right? It could be that I was producing this energy because I was, well, a little bit pissing myself off. My personal biological EMF meter. Wat nou super griezelig zou zijn. Echt gewoon beyond scary. Is dat nu in één keer voor het raam? Een gezicht verschijnt. Nou, niet zozeer een gezicht. Nee, je gezicht niet. Dat is te cliché. Gewoon een torso met twee handen zo tegen het raam aangepakt. Drukt met een hoofd zo en van die ogen die heel duidelijk te zien zijn, zo, weet je, en dat gaat dan, komt er tegen aangedrukt en dan gelijk weer weg zo. Het zou echt waanzinnig fucked up zijn. Ik denk dat ik per direct in mijn nest lig te pissen van angst. En dat ik, of dat ik mijn camera in één keer naar het raam gooi of zo, iets in die trend. Of dat je gewoon aan het filmen bent, zo, weet je wel, heel niks vermoedend en zo. En in één keer zie je jezelf voorbij lopen. Hm. Wow, dat is wat fucked up. Dat je jezelf voorbij ziet lopen. Dat je je eigen aan het filmen bent. Dat is gewoon de top der fucked up, scariest shit in the world. Echt, dat is gewoon, dat is pas echt wacky. Nou, verschillende dimensies, dus het zou zelfs nog wel eens mogelijk kunnen zijn. Door middel van Einstein's idee van spooky action on a distance. Het is mogelijk.